Simon Stevin is waarschijnlijk de bouwer geweest van de eerste zeilwagen. En daarom zal het geen verbazing wekken dat de werktuigkundige studievereniging Simon Stevin van de TH in Eindhoven als onderdeel van de tweede lustrumviering een race voor zeilwagens heeft georganiseerd waarmee de studenten deze sport wat nieuw leven probeerden in te blazen. Dit in navolging van België en Frankrijk, waar veel op het strand wordt gereden, en van Engeland, waar men op vliegvelden rijdt. Kan natuurlijk nog jaren duren. De bezitter van deze fraai gestroomlijnde wagen heeft er 4000 kilometer mee door de Sahara gereden. De Eindhovense studenten, die voor hun wedstrijden het vliegveld Welschap ter beschikking hadden gekregen, deden zelf mee met 3 wagens. Een enkeling had in zijn frame van stalen buizen nauwelijks een zitvlak. Het was boeiend om te zien hoe de wagens tegen de wind in over de startbaan laveerden. De 22-jarige HTS'er Rick Huiskens nam al direct een flinke voorsprong op de anderen, van wie er één als gevolg van een lekke band kapseisde. En nu? Voor de wind zeilend ging Huiskens geweldig hard en hij moest handig manoeuvreren om enige achterblijvers die nog tegen de wind optormden te ontwijken. Rick Huiskens kwam niet alleen in de eerste, maar ook in de tweede manche als winnaar langs de jury. En dat leverde hem een spontane huldiging op van de in lustrumstijl geklede Simon Stevinners.